Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Ik heb het lang ontkend dat Emme grote kans maakt op die eerste twee plekken, maar ik durf het nu uit te spreken en vrijdag is daarom is ontzettend belangrijk. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FC Emmen. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, Radio Meerdijk met Jonathan Ploeg, Pim Sigers. En ook ik ben weer terug, natuurlijk. Hè, van, welcome back. Kort vaderschapsverlofje. En ik heb Pim een geweldig cadeautje gekregen van jullie. Hè? Een prachtige FC Emmen-bal. Natte leren voetbal. Een natte leren voetbal van FC Emmen. Een beetje lek ook, inderdaad. Dus super. Nee, het is ik maak cadeautje altijd nog even schoon voor dat. Ja. Dus hij heeft zijn eerste voetbal. Dus de club is bepaald. Want zo gaat het een beetje natuurlijk. Zeker. Hè? Even voor de luisteraars. 3 weken geleden is mijn zoon Joes geboren. Want hoe werden jullie fan van jullie club? Dat is gebeurt eigenlijk omdat je op een gegeven moment spullen hebt van zo'n club, volgens mij. Dat zeker. Dan moet je vroeg mee beginnen. Ja. Dus ik heb hem ook al ingeschreven bij de jeugdclub van SCM. Voordat hij de Heerenveenkant opgaat. Ja, heel goed. Dat moeten we niet willen. Ja. Nou ja, zou mooi zijn. Papa is natuurlijk fan van Heerenveen. Dus ja. Ja, het zal die kant misschien ook wel uitgaan. Nou ja, ik bedoel, hij heeft nu een FCM-bal. Dus dat is... op dit moment is het een Emmenaar. Ik heb bij mijn kinderen het keurig verdeeld. Dus mijn dochtertje werd geboren gelijk ingeschreven als kameraad van Feyenoord. En mijn zoontje 3 jaar later of 4 jaar later als Emmenaar. Dus, En dat is ook... zo werkt het ook bij hen nu? Is de een ook echt een... Ja. Ja? Ja, dat zal moeten. Mooi. En als ze iets anders willen, dan hebben ze ruzie met papa. Ja. Als ze 18 worden, wordt de erfenis verdeeld. Dus dat, maar van harte, man. Leuk. Ja, dank je. Goed om je weer te zien. Ja. En ik heb lekker naar FCM kunnen kijken met Joes op de borst gisteravond. Dus dat is heerlijk. Dat is weer een andere ervaring dan op de tribune. Absoluut. Ja, absoluut. 6 punten sinds Joes dan, of niet? Absoluut. Ja, nee, het is we hadden het net ook in de podcast. Okay. Het gaat weergeloos met de noordelijke clubs sinds Joes op aarde is. Jullie waren gisteren bij. Was je erbij ook of heb jij op tv gekeken, Pim? Zeker. Jij was in het stadion. Ja, wij zaten naast elkaar te vernikkelen in de kou. Ja, precies. Want nu beginnen die dagen. Heb je nog een beetje je vingers warm houden? Of, staan ze al in het stadion niet. Nu wel inmiddels. Maar ze zijn inmiddels warm. Ik heb de auto verwarming vanochtend even hard gezet. Oh, en, nee joh, maar dat is... Ja goed, ja, weet je, de een kan er wel tegen. Pim, jij kan er beter tegen ik heb echt van jou genoten. Ik ben dol op kou. En dan zit ik naast me en eerst ging de muts op. En hij nog... Ik weet niet of ik dit beroepsgeheim mag vertellen. Ja, in de podcast mag het zeker. Hij had een dekentje van huis meegenomen. Had je een dekentje mee, ja? Ja, maar even serieus. Dat was 2-3 graden. Maar de temperatuur lag ver onder de nul, hè? Jonathan, misschien is het goed om even aan de luisteraar te stellen hoe oud je bent. Ik ben 33. 33, ja. Ik zat zo naar de harde kern. Bijna 34. Ik zat naar de harde kern te kijken. Ik weet niet of het Luc was of iemand anders. Maar ik zag daar zo'n blote bast op de tribune. Het Volksmem. En ik keek zo naast me. Ik denk van... En de oude Meerdijk, daar kwamen wij gisteren achter. Heeft nog van die mooie heaters. Voor de business tribune. Niet eens de perstribune, maar in elk geval voor de VIP-box. Ja, die houden net op bij de perstribune. Ja, maar volgens mij kunnen ze ook niet meer aan. Die zijn voor het laatst in de jaren 90 zijn getest. Want maar ze hebben wel eens aangesteld, volgens mij een paar jaar geleden nog. Okay. Voor het laatst weet ik niet meer, maar in ieder geval... Ik weet dat ik het één keer in het stadion van Almere had, dat je die heaters had. En die voelde heerlijk, ik wel. Maar Excelsior hebben ze heerlijk. Okay. Ja. Kijk, dan hoef ik geen dekentje mee te nemen. Nee. Ja. Ik schaam me er overigens helemaal niet voor. Dat is heel gek. Als ik een tip mag geven. Ik zou me er kapot voor schamen. Oké. Maar goed. Het is overigens een zwart neutraal dekentje. Oké. Ja, oké. Okay. Ja, heel goed. Heel en goed. Het voetbal was hartverwarmend gisteren. Dus, wat een slechte pot, zeg. Ja, zo. En die beste, hè? Kijk, waar je dan de voorgaande weken echt goed voetbal zag. Hè? Tegen Den Bosch was het de eerste helft echt goed. Helmond was het vorige week echt goed. Tot die rode kaart natuurlijk. Daar zag je eigenlijk vrij weinig van terug gisteren. En waar dat aan ligt, zijn het dan de omstandigheden? Ja. Is het de maandagavond, de gure weersomstandigheden, de tegenstander, een jong ploeg? Ja. Het zijn niet echt dingen waar je
naar uitkijken. Tweede wedstrijd in 4 dagen, maar het was wel rommelig. En, het, en weer spannend. Ja, ook totaal nodig. Onnodig weer, inderdaad. Ja. Want ik zit nu even te kijken, want jij begint erover in jouw jou intro van je verhaal, of dus intro in de eerste alinea. Ja. Dat het vaak bij vlagen voor ter voetbal is, maar vaak te spannend, omdat ze vergeten het vroegtijdig te beslissen. Ja, nou, er was gisteren niet per se sprake van, al had Passie natuurlijk wel een enorme kans. Maar ik vind, dan ga ik even kijken hoe dat zit eigenlijk met die eindstanden van FCM in dit seizoen. Maar het is allemaal, de wedstrijd die ze winnen, de laatste paar, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 2-0. Dus dat is eentje met 2-0 verschil. 1-0, 3-1, ook weer eentje, 2-0. Mm-hmm. Het zijn drie met 2-0 verschil. De rest is allemaal met 1-0 met verschil. Ja, en maar het frappante daaraan is dat ze hebben geen gebrek aan kansen, zeg maar. Nee, dus dat geeft wat dat betreft wel vertrouwen. Alleen ze maken die kansen niet af. Ze benutten de kansen niet. Nou ja, we hadden het net over Partijcek. Die krijgt een opgelegde kans. Ja. Ik weet niet van wie de assist was. Van een Drent. Oh ja, van een Drent. Van een Drent. Tigoland. Uit Pijzen. Ja. Nieuwe Frenkie de Jong. Maar hij heeft 4 opties, hè? Dus hij kan hem korte hoek, lange hoek, loppen. Of kan je tegen de keeper aan schieten? Ja. En hij doet het laatste. Kijk, kies voor het vierde. Ja. Hij kan hem gewoon inderdaad in de hoek schuiven. Ja. Ja, of even kappen inderdaad, schieten we naar de kunt. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Ja, dat soort dingen, daar schort het nog aan. Maar dat wordt ook elke week verteld, hè, door de trainer, door de spelers. Ik sprak Hoekstra na afloop, ik sprak Grim na afloop weer deze wedstrijd. En ze zeiden allemaal, ja, we maken het weer. Dit keer was het gewoon echt slecht voetbal. Ja. Want we maken het gewoon onnodig spannend. Want dat vind jij wel het verhaal van al deze nipte zegers, is dat ze het onnodig spannend maken. Niet dat ze eigenlijk misschien best wel vaak goed weg zijn gekomen. Dat is het niet. Nou ja, dat hangt er misschien mee samen, omdat de tegenstander dan natuurlijk geloof blijft houden en ook kansen krijgt en door blijft drijven, zeg maar. Ja. En dan blijft de FCM er wel overeind. Doen ze knap, hè? Ik bedoel, de verdediging staat stevig. Voor de 7e keer op rij werd gisteravond een 0 gehouden. Misschien hebben we het daar straks nog even over. Nou, je mag nu wel je punt al maken, hoor. Dan zijn we het er maar vanaf. Ja? Jij wilde daarover beginnen, volgens mij, of niet? Nee, precies. Nee, ik zag je op jouw rapportje. Wat was het punt ook op jouw rapportje? Nou, dat wil ik. Ik ben groot. En sinds ik vader ben, stap ik heel makkelijk over. Sinds een paar weken is je volwassen. We maken dit soort dingen me helemaal niet meer uit. Pim kan erover mee praten. Dat is gewoon een hele volwassen man. Hoewel wij niet meer dekentjes op een tribune zitten, word ik bij wel zeggen. 7,5 krijgt Hoekstra, hoogste cijfer. Begin van het seizoen zei ik dat ik hem toch wel een redelijk wiebelige keeper vond. En jij... Ik snap niet hoe je daarbij kwam eigenlijk. Ja, nou... Doe maar. Nee, maar die doet het echt goed, hè? Eigenlijk de laatste... Hij is gegroeid, hè? Ja. In de zin van, ik sprak hem dus na afloop van de wedstrijd. En we hadden het even, we zaten lekker warm in de catacomben van het stadion. In het museumpje. Wat straks hopelijk eindelijk weer een museum wordt. Nu zijn een eigen clubhuis hebben. En dan hadden we het inderdaad over zijn moeizame eerste weken. Of althans wisselvallige eerste weken. Moeizaam was ook een beetje, maar het was gewoon niet super stabiel. Ja. Af en toe maakte hij liet hij de ballen los. Ja, het zag er niet heel erg stevig uit. Nee. Maar naarmate de weken vorderden, zeker nu, waar hij nu staat, je ziet echt dat het gewoon een keeper is waar je op kunt bouwen, zeg maar, als elftal. En daar heb je hem over gesproken? Daar heb ik hem over gesproken inderdaad. Hij gaf ook aan, weet je, ik heb de afgelopen 2 jaar nauwelijks gespeeld. Had een blessure. Bij Rode JC heeft hij wel gespeeld. Dat was volgens mij het jaar daarvoor weer. Maar ja, dat was in een leeg stadion. Dus geen ervaring met volle stadions. Op een paar oefenwedstrijdjes na. Maar ja, hoe vol is het daar? Hè? En dan zeg ik van ik verhuisde. En dat was, ik kreeg een kind, 22 augustus. Ja, dat allemaal tezamen. Dat allemaal tezamen, dat gebeurde volgens mij. Die verhuizing, kind, Liva, inmiddels 3 maanden oud. Dat zorgde allemaal voor het feit dat die, het is toch even een omschakeling. Dus kan je misschien de volledige focus niet op voetbal leggen. Inmiddels is het allemaal stabiel. Hij woont in Emmen, in Delftlanden. Het gaat goed met Liva. Het gaat goed op het veld. Dus de focus kan daar ook volledig liggen. Mm-hmm. Dus je ziet ook dat zijn vruchten afwerpt. 7 keer de 0 is niet niks. Hè? Ik bedoel, geen enkele andere keeper heeft die cijfers dit seizoen tot nu toe gehaald. Okay.
De tweede op de ranglijst heeft vijf keer de nul gehouden. Wie is dat? Volgens mij van Rodius. Okay, ik weet even zijn naam niet. Weet ik ook even niet. Nee. Kunnen ze hem nog de nummer 1 geven? Want ik vind keepers met nummer 22 of met 99, 33 altijd zo vervelend. Maar, ja, ik weet eigenlijk niet wie nummer 1 heeft. Is dat Oelschlegel, denk ik. Ja, dat is natuurlijk bij VAR eigenlijk niet de 1. Maar ja, goed. Ja. Ik weet niet of je dat in de winterstop nog kunt wijzen. Ik vraag me af in hoeverre hij daar waarde aan hecht, hoor. Nee, ik wel. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik zal hem even een appje sturen. Ja, je eerste keeper moet gewoon die nummer 1 dragen. Ja, ik zal wel even bemiddelen tussen Hoekstra en Grim. En tussen jou natuurlijk. Ik vond het niet heel onbelangrijk. Ik vond er wel een verschil tussen zitten tussen die wedstrijden. Buiten dat het op alle drie wedstrijden onnodig spannend werd. Maar bijvoorbeeld de vergelijking tussen Den Bosch en Jong PSV. Den Bosch kwam echt naar de Oude Meerdijk destructief voetballen. Die hadden helemaal geen belang bij om ook maar een beetje bij te dagen aan een leuke voetbalavond. Nee. Dat was echt onnodig spannend, want daar overklaste Emmen echt de tegenstander. Ik vond Jong PSV gisteren echt goed spelen. Ja. De geest van het grote PSV. Ja, maar het druk naar voren, die kwamen echt om leuk te voetballen. Eén schot meer ook. Ja, maar waardeloos in de afronding trouwens. Volgens mij had Emmen en PSV allebei 12 schoten op doel. Ja, de app waar ik het op zie, zeg maar dat is die, volgens mij is die niet eens super secuur, hoor. Maar dat weet ik niet eens soms zeker. Maar goed, de 12 schoten. Wat ik hier zie is 13 schoten voor Emmen, 14 voor PSV. Allemaal doel van Emmen, 2 van PSV. Ja, maar als je zag inderdaad die kansen. Ze kregen echt daadwerkelijk kansen, hè, Jong PSV. Ja. Alleen ze gingen echt heel onsecuur om met die kansen. Nee. Het was echt, nou ja, goed. Waarschijnlijk komen ze niet terecht in PSV 1. Nee. Nou, ik vond Tigoland echt. Of is dat? Ja, Tigoland. Oké, maar Tigoland kreeg niet een dergelijke kans. Hè, nee, maar die komt uit onze regio en die geeft die waardeloze, vanuit Jong PSV perspectief, assist op Pacek. En dat was vervelend, maar buiten dat was echt, die speelde een goede wedstrijd. Er waren zeker wat lichtpuntjes. Weet u of FCM ooit, Tigoland heeft... Geen idee. Dat durf ik niet te willen zeggen. Hebben? Nee, durf ik niet. William heeft laatste verhaal nog... Sorry, ik begin van de spuug. Ja, verhaal, niet. Beetje babykwel. Zo'n ook, ja, precies. want de heer Veen, daar heeft hij opleiding gezeten natuurlijk. En Groningen heeft ook wel interesse in hem gehad. Maar jullie weten niet of FCM ook in hem... Nee, durf ik niet te zeggen. Mooi, hè? Er waren een van de twee Drenthe gisteren op het veld. Ja, samen met de grote Hoekstra. Ja. Uit Eetje tegen Veen. Ik zeg dat ook omdat, nogmaals mijn afkeer van jong teams. Maar ik heb nu Jong AZ en Jong PSV allebei op de Oude Meerdijk zien voetballen. Nou, we hebben tegen Jong AZ ook Adai en Poku, al die gasten die nu aan het doorbreken zijn. Gisteren ook die Emmanuel van der Blaak, die laatste man van Jong PSV, die ook aanvallend fantastisch speelde. Miste nog een grote kans. Kijk, die ploegen... die komen tenminste wel om te voetballen. Niet per se om te winnen, want het zal wat uitmaken of ze de achtste of veertiende worden, want het zijn opleidingsploegen. Precies. Maar je ziet Den Bosch en de eerste helft tegen Helmond eigenlijk ook. Ja, Emmen speelt met die ploegen. En als ze daar niet... Kijk, dat je gisteravond wint, dan ben je echt... Als je dit soort wedstrijden gaat winnen, dan ben je echt kandidaat kampioen of kandidaat promovendus. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als Den Bosch en Telstar en Os en dat soort ploegen op met deze mentaliteit een avondje komen voetballen in Emmen, dan wordt het wel lastig. Dan word ik er ook niet heel vrolijk van. Van het spel van FCM dan bedoel je? Nou, Emmen daarmee omgaat. Kijk, tegen Den Bosch was een gala voorstelling. Dus als je daar 5-0 had gemaakt, was het ook prima geweest. En ik begreep ook dat die eerste helft tegen Helmond gewoon echt ontzettend goed was. Ja. Kijk, Dirksen maakte daar onnodig spannend. Ja. Man van het seizoen tot nu toe bij hem, wat mij betreft. Maar dit was echt een onhandigheid waarin je eigen ploeg benadeelt. Ja. Vos ving hem volgens mij gisteren aardig. Ja, zeker. Daar waren we het beide wel over eens. Ja, was van tevoren een beetje bang voor. Ja, klopt inderdaad. Ja. Want de keren dat we hem in actie hebben gezien, was niet heel overtuigend, zeg maar. Nee. Maar goed, ik vond dat hij prima optrad. Op een gegeven moment zei jij volgens mij tijdens de eerste helft nog, hij is de enige man in de verdediging die scherp is op dit moment. Ja, Heilen met een paar slippertjes. Opbouwen was het ook niet sterk. Dus je zag op een gegeven moment dat Heilen en ook Hoekstra ervoor kozen om de lange bal te hanteren. Door dat hoge druk zetten van PSV stond je eigenlijk voorin 1-1. Maar ze bereikten die gasten voor hun niet. Hoekstra had het net over, maar mag ook wel iets minder lef hebben of zo? Ja, dat was zonde. Hè? Op een gegeven moment was er een moment tijdens de wedstrijd dat er alle ruimte lag. Volgens mij 4 man tegen 3 daar. Kon hij een lange bal geven, maar hij besloot om de bal bij zich te houden. Okay. Van achteruit op te bouwen. Ja, in de geest natuurlijk. Een matige keeper eigenlijk, hè? Dat zijn jouw woorden. Nee hoor. Maar als je naar de statistieken kijkt, om dan nog even verder te gaan. Jij zei, over de schoten dan valt te twijfelen voor de diverse apps. Maar balbezit 51 Emmen, 59 PSV. Je ziet ook... 49 denk ik. 49, ja. Sorry.
aantal Pases FCM'en 504 voor Jong PSV 498. Beide 75% paasnauwkeurigheid. Nou ja, het ontloopt elkaar niet veel. Hè? Beide 10 overtredingen gemaakt. Als je had gezegd paasnauwkeurigheid bij de 10%, dan had ik je ook geloven. Dat is slordig. We moeten niet in één keer van gisteren, alsof dat. Daarom zei ik ook, als je die van gisteren wint, dan speel je een goed seizoen. Maar dit was als collectief gewoon echt onvoldoende, hoor, wat je gisteren liet zien. Ja, maar Emme heeft dit seizoen wel gewoon die wedstrijden echt wel veel gewoon vaak gewonnen. Ja. En dat is wel knap. Gezapige wedstrijden bedoel je? Nou, niet dat ze op zich veel gezapige wedstrijden spelen, maar wel dat ze als ze waardeloos spelen, of slecht spelen, of gezapig spelen, dat ze toch nog wel de punten pakken. Ja, en dat tekent denk ik wel het team van dit moment. Hè? Ja. Hoe hecht het team ook is. Iedereen vecht voor elkaar. Je zag het ook afgelopen wedstrijd. Hè? Helmond Sport, rode kaart. Dixon ging eruit. Ja. Na afloop zei hij ook. Ik had het gevoel alsof iedereen voor elkaar vocht. Maar ook voor mij vocht. Ja, na afloop zeiden ze. Dan gebruik ik even zijn woorden ongeveer. Hè? Na afloop zeiden mijn teamgenoten tegen mij dat het niet erg was. Rode kaart kan je pakken. Ja, lijkt wel een beetje op Dirkse trouwens. Ja? Denk ik, zie ik nu. Kijk, okay, nu. Ja, dank je. Voornamelijk met een kleedje. Vind je niet dat hij op Dirkse lijkt? Qua voetbalkwaliteit denk ik. Ik heb Dirkse nog nooit met een kleedje gezien. Nee. Ook niet op de bank? Nee. Nou ja, zit daar nooit meer op de bank. Gisteren misschien. Twee dingen die mij een beetje opvielen nog. Thuis op de bank. Partisek die in de rust eruit gaat. Ja. Mist natuurlijk een grote kans. Is dat iets waar die... Volgens mij deed hij mee in de minuut van de rest. Hij was een beetje... Juist omdat die lange ballen ging spelen, was hij het aanspeelpunt. En de helft ging goed. Dan wist hij Mendes daar te bereiken. En dan speelde Mendes de bal of El Mesoidi. Dus je moet het... Ja, die kans die zit natuurlijk even in de highlights constant. Ja. Dat hij die mist. Maar hij viel niet uit de toon. Hij maakte een mooi doelpunt vrijdagavond. Dus ja. Hij was net slecht als alle anderen. Ja, Grim wilde tactisch gewoon een omzetting maken eigenlijk in de rust. Hij wilde echt meer gebruik maken van het. Nee, je zag dat Mendes inderdaad, zoals jij zegt, een paar keer diep werd gestoken. Maar er kwam te weinig uit. Hij wilde ook dat andere spelers de diepte zochten. En Partycheck is natuurlijk niet zo'n speler die in de diepte loopt. Maar meer in de bal komt. Ja. Kaatst of draait en schiet. Mm-hmm. En Joey Konings is natuurlijk een speler die meer diepgang heeft. Ja. En hij wilde meer gebruik maken van de ruimte achter de laatste linie van Jong PSV. Ja, wat er in dat kwartiertje is gebeurd. Jij sprak inderdaad in de kop van de krant van wat zat er in de thee of de donderspeech van Grim. Maar die 10 minuten na rust waren wervelend en fantastisch. En er valt dus ook gelijk dat doelpunt uit. Dat heeft met Smeets en Konings te maken als invallers. Vrije assist. Maar het kan dus toch. Een mooie assist was het. Fred Grim, het bleek dat Fred Grim zich wel even had laten gelden in de kleedkamer. Nou, dat mag ik hopen. Hij was not amused met het vertonen spel. Niet alleen in de kleedkamer trouwens. Hoor, want nee, naast de lijn ook. Hij overstemde de 10.000 man op de tribune. Hij was ook schort tijdens het interview de afloop. Ja. Binnenkant! Ja. Ik vroeg nog aan hem, wat heb je in de kleedkamer gezegd en wat voor toon heb jij gebruikt? Hij zei, doet dat het toe? Hij zat nog steeds in de emotie richting jou. Ik moest even lachen. Ik denk, die reactie had ik niet verwacht. Maar toen zei ik van ja, maar ik kan me voorstellen dat gezien het feit dat Jan Ploeg zo opportunistisch speelde, zeg maar, na rust, of het in ieder geval heel anders speelde, dat je gewoon wel, dat je niet zo rustig tegen je team hebt gepraat als je het nu tegen mij praat. Wat zei hij? Nou, dat bleek inderdaad wel. Okay. Hij zei niet precies wat hij heeft gezegd of welke toon hij heeft gebruikt, maar ik vind het toch altijd wel bijzonder dat dan zijn wedervraag is, doet dat ertoe? Ja, dat doet het toe. Ja, mensen willen dat toch weten? Precies, dat is toch van belang? Een gekke vraag. Echt meer vragen bij je bovendien. Dat maakt het uit wat het antwoord is. Nou, het zie je misschien dat hij het niet claimt. In die zin is hij vaak ook wel zo van, wat doet dat ertoe inderdaad? Wij doen gewoon met z'n allen, zeg maar. Wij praten met elkaar op de tribune en zeiden van, we moeten misschien de gouden pik van Grim toch even, als je direct naar rust met twee omzettingen, en die twee zijn belangrijk bij het doelpunt. Ja. Misschien is dat wel aan de hand. Maar Smeets goed hoor. Smeets was van die spelers die je dan vergeet. Dat is de tweede die ik wil noemen. Pas zeggen dat Smeets dus naar rust inviel. Krijgt samen met Hoekstra het hoogste cijfer van jou, 7,5. Waarom koos hij voor Smeets? Is Kieftenbelt nog verder afgezakt in de... Nou, kijk, Smeets heeft toch nog iets meer dan Kieftenbelt. Heeft die drang naar voren, zeg maar. Ja. Los van het feit dat de keren dat hij invalt of speelt, zeg maar, speelt hij gewoon goed. Ja. Van Kieftenbelt kan ik dat minder zeggen, omdat hij ook maar een paar minuutjes speelt per wedstrijd. 86 minuten, geloof ik, ja. Ja, dus goed. Kennelijk heeft hij een voorkeur voor Smeets in de huidige speelstijl die hij wil. En in ieder geval de wijziging die hij na rust wilde doorvoeren. En geef hem eens ongelijk. Nauwelijks 2 minuten na rust wordt er gescoord. Het spel zakte daarna wel weer in. Maar goed,
ze bleven gelukkig weer overeind. Ja. Ja, en wat jij zegt over Kiestebelt. Volgens mij hebben ze wel oog voor beeldvorming. Bewust of onbewust. Maar Kiestebelt komt dan de laatste 6 minuten in of zo. 85, 86 minuten dat hij invalt. Ja. En daar gaat een knuffel vooraf tussen Grim en Kiestebelt. Okay. Dat doe je of heel bewust om even naar het publiek en ook naar de media te laten zien van kijk eens jongens, is het allemaal goed. Of het is heel onbewust en dan is het ook goed. Dat er een soort... Maar ik heb wel met hem te doen. Want dan komen na afloop komen dan de cooling down. En de cooling down moeten alleen de wissels doen. En dan zie je dus de wissels. Die hebben allemaal een belangrijke bijdrage geleverd. En Kieftenbel die dan nog mee moet shocken. En dat doet hij heel professioneel hoor. En dat doet hij, je ziet er niks naar van de buitenkant. En aan de andere kant denk je, ja, jij was toch de maestro van dit elftal dit jaar. Ja. Beoogd. Ja, en ja. Je bent afgezakt tot... Door jouw afwezigheid... De vierde of vijfde wissel. Degradeerde FCM vorig seizoen toch? Ja, dat zeiden dat we. Dat zou de grote schakel moeten zijn. Mensen zeiden vaak, als hij erbij was geweest... dan waren we niet gedegradeerd. Ja, ja. Ja, inderdaad. Nou ja, ja, moet je maar zien hoe het nu zit. Goed, aan de andere kant. Ik bedoel, hij verdient volgens mij aardig wat centen bij FCM. Dus ja, god ja. En hij heeft zelf ook zoiets van, ja... Iedereen verdient in dit team een kans als hij of zij zijn best doet. En diegene is dan gewoon beter dan ik. Volgens mij allebei hebben we hem gesproken erover. Ja, en hij is daar echt hij is daar vrij helder in. Had hij ook zei, ja, twee baalmomentjes heeft hij. Hè? Dat is wanneer de hesjes worden uitgedeeld en wanneer hij de warming-up doet. Maar voor de rest, die stelt zich wel bijzonder professioneel op. Dit is geen... Misschien praten wij het hem aan, want je ziet er inderdaad niks af. Maar een beetje die Mike de Wierik-rol... Er was echt die hele slappe eerste helft. Volgens mij schreef jij het ook in je verslag, Jonathan. Dat dan hij maakt dan 3 overtredingen achter elkaar, tenminste. Ja. Waar die gele kaart uit komt. Ja. Dat was keihard nodig om het publiek op te zwepen. Om de, weet ik eigenlijk nooit zo goed of, nee, maar of dit een bewuste actie is. Dit was een beetje. Om het leven in de ploeg te krijgen. Of gewoon dat hij miste, zelf zo volgens mij was dit op Tigoland, maar hij miste ze tegen al 2 keer. Ja. De derde keer kreeg hij gewoon een schop. Nee, maar het kan ook een onhandigheid nog zijn. Nee, of wat dan ook, maar dit was even nodig. Dit was de ervaring. Ik kleed hem even in als dit was de ervaring te Wierik die... Ja. Even zei jongens... Ik denk dat hij zelf ook zal zeggen dat het is. Ja, ja dit gun ik hem. Ja, als het er echt zo is, dan weet ik niet. Hey, gisteren weer 7218 man op de tribune op de Oude Meerdijk. Op een maandagavond tegen Jong PSV. Ja. Is toch echt wel weer lekker hè? Om te zien. Maar toch is er wat kritiek en er is een vraagje over. Huh? Jelko Dam, als ik het goed uitspreek, vraagt. Mijn vraag is, wat vinden jullie van het tamme publiek van FCM? Alleen de Brigata maakt geluid, de rest is niet te horen. De ploeg moet veel meer gesteund worden, want bij FCM is de motivatie vaak tegen slechtere ploegen het probleem. Ja, terechte kritiek 8 jaar geleden. Ja. ik vond juist gisteravond het heel erg goed. Dus natuurlijk, Brigata is altijd goed. En gisteren weer 92 minuten lang. Alleen er komen bij jong teams komen natuurlijk geen uitsupporters mee. En als er 2-3 ouders meekomen, dan kunnen die wel een plaatsje nemen onder die uitstaande heaters op de VIP-tribune. Dat is niet zo'n probleem. Ja. Dus wat Emmen gisteren heel goed deed, en deden ze ook al tegen Jong AZ, meen ik mij te herinneren, is die vakken via sponsoren toch vol te zetten. En gisteren was het een beetje... een ratje toe. Emmen noemde dat zelf in een statement van... Nou, iedereen die normaal gesproken niet naar voetbal kan... die hebben we nu uitgenodigd. Dus er zaten gevluchte Oekraïners. Er zaten andere vluchtelingen. Het G-voetbalelftal zaten met hun ouders. Tegen Jong AZ was het volgens mij de mensen van EMCO. Dus de sociale werkvoorziening. Ja, okay. Maar gisteravond hadden ze dat hele vak dus vol. 400 man. Spandoeken waren er. Er was gezang. En daar kwam echt veel geluid uit. Ze maakten sfeer. Het was leuk om te zien. En het leuke was, is de Oost zit daar dan dat parallel op. En die kant van Oost is altijd een beetje stiller als er misschien daarop gedoeld wordt. En die gingen daarin mee. Dus ook als de Brigata wat een lied aanhief, dan was het aan de andere kant dat we meegezongen. En dat zie je juist tegen een team als Jong PSV. Dat bij dat opstootje met de Wierik. Maar later ook een paar discutabele vlagsignalen van de grensrechter. Ja. Dat ook die hoek zich ging roeren. En die jonge gastjes van Jong PSV zijn natuurlijk wel van onder indruk. En zo'n scheidsrechter die nog niet op al te hoog niveau heeft gefloten, kan dat ook zijn. Dus ik vond juist gisteravond een voorbeeld. En dan mag je alle omstandigheden mee rekenen. Een maandagavond, geen aantrekkende tegenstander. Hartstikke koud. Jonathan was niet de enige met een dekentje. Er zaten ook mensen daar op Oost met een dekentje en kussentjes heb ik gezien. Ja. Dat dan ze moeten zich schamen. Dat ook dan dat uitvak zo meedeed. Ja. Dat is heel mooi. En de wedstrijd tegen Den Bosch 2 weken geleden... dat grootste spandoek ooit over de hele Zuidtribune ging. Ja.
Dus er mag altijd kritiek zijn, ook als er tegen, juist tegen dit soort tegenstand is het dus nodig om een fanatieke oude Middijk achter je te krijgen. Alleen ik deed hem bij de wedstrijd van gisteren absoluut niet. Nee. Moet ik zeggen dat elke keer als ik op de oude Middijk ben, vind ik het behoorlijk sfeervol. Vanuit het hele stadion eigenlijk wel. Ik vind dat het best wel wat mee wordt geleefd op de andere tribunes. Ik bedoel, ik denk dat in de ideale situatie zou je gewoon eigenlijk een heel stadion... Ja. Vol fanatieke... Precies, alleen dat heb je gewoon niet. Die zijn er ook niet vergelijkbaar in Nederland. Ja, de Kuip zal tegen Atletico Madrid misschien dat sfeertje hebben. Maar. Ik snap hem wel in de zin van, we gaan vrijdag naar Tilburg. We zijn bij de Graafschap geweest. NAC. Kijk, dat zijn ploegen die natuurlijk... daar kookt het misschien iets meer in het stadion. Nou, ik heb dit seizoen op de Vijverberg... was ik bij de wedstrijd tegen FC Groningen. Ik kan nog niet zeggen dat ik de Vijverberg... nou een kolkender stadion vind dan de Oude Meerdijk. Ik vond de keer dat ik er was inderdaad... met FCM en mij... Ja. Vond ik dat op de Vijverberg bleven ze echt 90 minuten lang gaan, zeg maar. Die fanatiekelingen. Ja, de fanatieke, ja, en bij FCM ook. Alleen het vak voor fanatiekelingen bij de Graafschap is net iets wijder en breder en groter. Ja. Dus daar komt ook iets meer geluid uit. Weet je? Maar op de Oude Meerdijk... Ze doen altijd hun best om sfeer te creëren. Ja, dat denk ik ook. En het is geen bioscooppubliek. Maar mag je ook gelukkig... nog naar het voetbal gaan om gewoon even lekker voetbal te kijken. Ik zou zeggen... Tuurlijk, dat is toch heerlijk. Ook bioscooppubliek is niks mis mee, vind ik. Hè? Want als jij gewoon lekker op je stoeltje gewoon wedstrijd wil kijken... en tegen je buurman wil zeggen... die school, daar kan er ook niks van. Nee, maar af en toe een hondenlul of zo, dat vind ik allemaal... Een ouderwetse hondenlul. Kijk, weet je dat hondenlul, hoe dat ontstaan is? Die ga je mee verrassen. Ja, ik weet niet meer welke voetbal het was... maar die had de scheidsrechter... Die kreeg een kaart volgens mij. Ja. Ik ben niet eens misschien. Maar die had hondenlul gezegd. Terwijl later zei nee, ik zei onbenul. Ja, dat klopt. En daar is dus hondenlul. En daar welke ploeg was dat? Volgens mij was het een Feyenoorder. Okay. Tuurlijk. Ja, en maar, hier moet je wel. Dat weet ik niet eens zeker hoor. Dit moet je wel weer een beetje opdikken. Want welke wedstrijd werd er nou gestaakt omdat de kut KNVB werd geroepen door een paar supporters? Ja, goed. Gewoon een beetje. Je hebt een fiets zonder zadel, hondenlul. Ja. Zelfs kut KNVB. Laten we dat soort teksten alsjeblieft een beetje in ere houden ten opzichte van de echt grofgebekte. Ik heb ooit een keer enorm genoten van de wedstrijd Heerenveen Feyenoord. Het was net een week daarvoor had de KNVB, dit is een jaar of 20 geleden zo, hadden ze een zwarte lijst gemaakt van de teksten die niet meer gezongen mochten worden. Dat zal ongetwijfeld hondenhul op hebben gestaan en weet je wel, dat de scheids een hoerjong is of noem maar op. En toen kreeg Feyenoord een vrije trap tegen. En toen zong het hele publiek. Ruud Bos was de scheidsrechter. Bossen, je bent een nare man. Ja, dat was zo goed, weet je wel. Want ja, je gaat niet. Staat natuurlijk niet in die zwarte lijst. Het is veel vernederend. Het is zo vernederend. Vervolgens kreeg Feyenoord een penalty later die wedstrijd. En toen scandeerden ze Bossen, je blijft een nare man. Ja. Oh, ja. Vond ik toch ook wel. Weet je, ik denk van nou, vind het fijn dat je. Ja, wel consequent bent. Ja, dan krijg je een penalty mee. Je vindt het gewoon een vervelende scheidsrechter. Ik vind over sfeer in stadion. Om dan nog even terug te komen. Sfeer in het stadion. Daar is natuurlijk ook wel discussie over. Ook bij FCM, hoe ver ga je erin? Hè? Je hebt bijvoorbeeld die megafoons. Ja. Oh, dat vind ik vreselijk. Altijd. Als je naar Ajax, Italiaanse wedstrijd ook altijd. Oh man. Ja. Maar FCM heeft die discussie intern gehad. Die hebben nu ook een megafoon. Ja, eentje toch? Bij de capo die dan... op dat dingetje staat. Die de nummers aanswingelt. En aan de ene kant... ja, veel sporten zeggen, ja, dat hoort er gewoon niet bij. Het is gewoon vervelend. En als je televisie kijkt, je hoort dat ook al rond op de achtergrond versterkt. Bij Ajax hoor je het heel erg. Maar aan de andere kant, bij FCM was het ook de evaluatie. Als je hem niet misbruikt, dus niet hele liedjes door het ding gaan toeteren. Maar je heft rood-wit-rood, je heft dat aan. Ja. Dat klinkt wel lekker. Dan hoor je dat op Oost, hoor je dat ook. Ja. En dan merk je gewoon dat je meer publiek meekrijgt. Dus die discussie die er dan is over sfeer. Ja, dit soort dingen kunnen dan helpen. Ik snap wel. Maar dat komt ook... Ik zing nooit in een stadion. Ja. Maar ik vind het wel altijd leuk als het gebeurt. Maar ik vind trommels en megafoons... En één zinnetje nog over dat rood-wit-rood. Zela's. Oh, dat is nog even. Ja. dat rood-wit-rood is ook een beetje een dingetje geworden in de spelersgroep. Dus zij doen na afloop van de wedstrijd doen ze rood-wit-rood. Ja. En die megafoon die gaat nu ook steeds het... In de kleedkamer? Nee, niet de kleedkamer meer, maar gaat ook nu naar de spelersgroep. En Patjetek is er vooral heel dol op. Dus er hing ook een spandoek gisteravond voor het eerst. Die is gemaakt door de jongens van de Keijer. Dus de dagbesteding die een
bij FCM is opgericht. En die hebben dus een soort workshop gehad van de crafty spuiters van de harde kern. En die hadden zo'n hele mooie spandoek gemaakt met party check, redelijk herkenbaar. Met die megafoon. Ja. Maar ik hoorde ook als die spelersgroep naar training gaat of zo, dat ook altijd als ze in optocht naar het veld gaan, dat er altijd wel een speler is die begint rood-wit. Dat is zo'n beetje zo'n meme in de spelersgroep. Ja, mooi. Dat geeft wel aan de sfeer tussen het publiek en of supporters en spelersgroep. Ja. Wel leuk. Mooi, mooi, mooi. Over Partycheck gesproken. Ja. Hij heeft vorige week onthuld wie er nou allemaal bij het kaartgroepje zit. Hè? Oh, ja. Hebben jullie het al gelezen? Of nee. Niet? Zal ik het rijke namen zeggen? Oh ja, heel graag. Ja, 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 ja. Daar komen we. Partycheck. Ja. Als winnaar. En dit is klaver, nog even val duiken. Dit is dus het klaverjassen wat ze doen. Hè? Ja. Elke dag. Super. Op de club. Ja. En in de bus altijd. Dan zit het groepje zeg maar van 10 namen. Ja. Er zit dan altijd in de bus. helaas wel in tweeën verdeeld, omdat het in de bus niet anders kan. Ja. Misschien geinig om te noemen. Ze hebben het verzoek gedaan bij de buschauffeur of daar een grote ronde tafel in de bus kan. Echt? Want dan kunnen ze allemaal bij elkaar in plaats van in twee groepjes. Dat is wat handiger. Ja, en wat gezelliger. Ik wil niet dat je ze noemt. Ik ga nu de selectie opnoemen. En jij en ik moeten zeggen ja of nee. En dan geef jij aan of je in het kaartclub zit. Het gaat wel een beetje snel doen hoor. Anders dan is het dit item van. Hebben we een keer eerder gehad. Hè? Precies, dit item. Ja, weet ik. Maar niet alle namen. Dit is specifiek alle namen. Ja, dat is goed. Niet alle namen zijn er nog genoemd, toch? Nee, maar toen stelde jij dit ook voor. Ik ga de namen noemen. Zal ik ze anders maar gewoon noemen? Nee, dat was bij iets anders. Gewoon of ze moeten spelen. Jan Hoekstra, zit er in? Ja of nee? Nee. Nee. Oké. Oelslegel, nee. 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 Kian van Dorp, nee. Nee. Lorenzo Baudet, nee. Klopt. Julius Dirksen, nee. Klopt. Dave Funke, nee. Klopt. Jeff Hardeveld zit erbij. Zeker. Ja. Die heeft een boekje. Van. Nou, daar vertelt het zo over. Michael Heijlen. Ja. Ja. Klopt. Klopt. Manserij. Nee. Nee. Robin Schouten, nee. Jawel. Jawel. Nee. Ja. Dat zie ik. Dennis Vos, nee. Jazeker wel. Wel? Tuurlijk. Ja. Ik dacht alleen maar aan het golven was. Zei jij, Oké, dit duurt ook lang. Zeg maar gewoon wie erbij zit. Oké. Okay. Partycheck, Hardeveld, Michael Kieftenbelt. Tuurlijk. Jari Vlak, Dennis Vos, we noemden normaal Ben Scholten. Desley Ubbink, Robin Schouten en Michael Heijlen. En ik vroeg ook wie is eigenlijk de beste of de slechtste. Hij zei van ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen, omdat het ook een beetje van geluk afhankelijk is. Klaviassen? Absoluut niet van geluk afhankelijk. Dan is als Partycheck dat zegt, dan is Partycheck de slechtste. Maar hij zei het ook met een glimlach. Hij wilde zijn teamgenoten nu niet te kakken zetten. Nee. Maar hij zei wel, Ben Scholten, ja. Dat is wel een jongen die heel traag de kaarten deelt. Dus die lachen ze af en toe wel eens uit. Okay, ja, maar dat vindt hij niet erg. Maar als je zegt dat Klaviassen meer bijna... Nou, Thijs is afgehaakt, maar ik ben nog wel benieuwd naar het antwoord. Oké, overigens zijn er twee boekjes. Oh, twee klaverjasboekjes. En die gaan gewoon de ronde. Okay. Dus het is niet alleen Jeff Hardeveld die een boekje heeft. Maar hij loopt wel steeds met een boekje. Dat klopt inderdaad. De archivaris. Nou, lekker. We hebben het ook weer over de kaarten gehad. Dan even naar de komende wedstrijd. Willem II. De vorige keer dat FCM even de vraag was, haken ze aan? Wat ze nu gewoon weer hebben gedaan. Toen speelden ze tegen ADO en FC Groningen. Daar houden ze toen... hielden ze toen één punt aan over, die twee wedstrijden. Ja. Vooral tegen ADO had daar natuurlijk veel meer in gezeten wel. Ja. Wat verwachten jullie van de wedstrijd tegen Willem II? Is dit, want ze kunnen gewoon mede koploper worden. Ja, nou, als ze winnen staan ze sowieso gedeeld eerst. Natuurlijk onafhankelijk van wat Rode JC nog doet. Ja. Allemaal op 35 punten eventueel. Mm-hmm. Nou, kijk, Willem II is gewoon wel een goede ploeg. Hè. Dat zien we de laatste weken ook. Die zijn in vorm. Die spelen wel leuk voetbal. Het is in Tilburg. Het is een sfeervol stadion. Alleen ik denk dat... Fred Grim wil gewoon revanche nemen, denk ik, op zijn oude club hier. Dus die zal gebrand zijn hier om Emme goed voor de dag te laten komen, toch? Tuurlijk, hij is er vervelend weggegaan. Maar hij zei ook van, ja, weet je, ik kom er niet per se met veel wrok terug. Ik heb het ook fijn gehad. Ja, er werken ook mensen met wie ik fijn heb samen. Ja, maar dat zeggen ze altijd. Maar ik zou echt een keer lekker zijn als een trainer zegt, ja, ik zit al met vol met wrok en ik ben inderdaad al weken bezig met deze wedstrijd. Afmaken die hap. En ik ga ze helemaal kapot maken. Ja, dat zou toch ook wel eens een keer lekker zijn. Het zou mooi zijn als hij dat zegt, maar het zou wel tegenvallen als het dan niet gebeurt, zeg maar. Ja, nee, maar ach. En dan kunnen we hem daarna weer daarop afvinken. Dan hebben we ook iets te zeggen. Ja, maar, ik denk dat ze dat willen voorkomen. Nou ja, wel de ploeg in voorbeeld om twee natuurlijk. Maar is het doable, Pim? Ja, zoals gezegd, kan vriezen, kan dooien. Dus Jonathan, neem je kleedje mee. Maar het is, dat doe ik sowieso. Weersvoorspellingen zijn wel aardig koud. Ja, dit is wel ik schaam me er niet voor. Hier kan ik wel naar uitzien. Ja, dit is wel een lekker potje. Feyenoord Atletico is mooi, maar Willem II, Willem II Emmen voor de koppositie. Je kunt mee. Ja, nee, ja nou, ik ga het in overweging nemen. Het is echt... ja, tuurlijk is dit doable. Ja, het is... maar ik heb het lang ontkend dat Emmen
grote kans maakt op die eerste twee plekken. Maar ik durf het nu uit te spreken. En vrijdag is daarom is ontzettend belangrijk. Ja. Ik denk dat Willem II wel kampioenskandidaat nummer 1 is. Ja. Maar dan nog kun je ze verstaan. Dat, Kijk, iedereen dacht inderdaad dat Rode JC wel zou wegzakken. Hè? Ja. Op een gegeven moment dat hebben we, waren we het hier op een gegeven moment ook wel allemaal over eens. En dat blijkt nu een beetje te gebeuren. De resultaten vallen een beetje tegen. Kijk, wat ik bij FCM zie. Ik heb natuurlijk het kampioensjaar 2 jaar geleden als journalist op enige afstand gevolgd. Mm-hmm. En daar zag je echt een bepaald proces gaan. En misschien heb ik het hier enkele weken geleden ook al eens een keer gezegd. Ja, wordt er geschud. Maar een soort van onoverwinnelijkheid. Weet je, we hebben tijdens deze podcast gehad over matige, zapige wedstrijden. Of wedstrijden die goed waren, maar waarin een bevrijdende, beslissende treffer uitbleef. Altijd blijft bij FCM, heb je het gevoel op de tribune dat het wel goed komt, zeg maar. Ja. En dat was 2 jaar geleden ook zo. En de spelers die vonden dat ook, die spraken dat ook uit. En die spreken dat nu weer uit. Ik heb echt wel het gevoel dat hier iets bijzonders aan de hand is. Er zijn wel een paar spelers die ook dit luisteren. Die vast luisteraars zijn van deze podcast. En ik denk niet dat we ze helemaal achterin de polonaise moeten gaan aansluiten. Laten we wel tegen die jongens zeggen. Wissels bedoel je? Nee, maar ook gewoon. Als jullie spelen zoals gisteravond, ga je met 6-0 af. Aanstaande vrijdag. Ja, dus ja maar daar zijn ze zelf ook wel. Nou, laten we ze ook even waarschuwen voor de manier waarop spelen met vuur kun je lang doen. Maar je gaat ook in je vingers branden. En dat, Willem II is geen jong PSV. Het moet beter. En nou ja, de Brabantse ploegen liggen Emmen recent redelijk. Dus, daarom. Ja, mooi. Begrijpen ze wel, maar daar moeten we wel iets voor doen. We? Ja, we in dit geval. Gewoon we. Als we kampioen kunnen worden, Jonathan, dan worden we kampioen. Ja, zeker. Ik heb hier een FCM-bal ook voor mij gehad. Jongens, ik moet een fles geven, dus we houden nu op. Oh ja, niet de borst? Nee. Oké. Bedankt, hè. Doei. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. De podcast over FCM. Radio Meerdijk.